Mark Evers. Die heeft Hillegom weer op de kaart gezet. En we zijn heel blij met Mark Evers. En ook zijn vrouw, eigenlijk het hele gezin hoor. Ze hebben er allemaal aan meegewerkt om die jongen zo ver te krijgen. Maar ik ben vooral trots op Mark. Er is nog nooit een Hillegomse kampioen geweest. Laat staan, zelfs geen Nederlands kampioen, laat staan een Olympisch kampioen. Maar dit is een hele grote. En we zijn er heel blij mee. He, want hij was dus voor de verschillende afstanden ook eigenlijk gewoon de favoriet. Thank you.
dames en heren, een ovationeel applaus voor Mark Evers. En natuurlijk ook voor zijn trainer, Wim ter Wolde. Mark, ik had ergens op een papiertje staan dat ik je eerst moest feliciteren, maar je bent al uitbundig gefeliciteerd door iedereen. Geweldig dat je hier bent. We hebben elkaar al eerder afgelopen weken gezien en daar wil ik zo meteen een beetje op aansluiten. Maar ik wil toch nog even voor alle duidelijkheid aangeven hoe trots we op je zijn. Trots vanwege die twee prachtige medailles, een gouden en een bronzen. Dat heb ik in de gaten. Huh? Ja, dat heb je helemaal in de gaten. En wat het mooie is, heb je die fontein in de verte gezien? Die is net oranje genoemd. Maar ik noem hem vandaag even goud. En als de zon weg mocht gaan, dan wordt hij wat donkerder en dan begint hij op brons te lijken. Dat is ook toevallig. Maar goed, daar gaan we het verder nu niet over hebben. Want ik wil je van harte feliciteren nogmaals met je gouden medaille op de 100 meter. Maar vooral ook het wereldrecord wat je daarbij hebt gezwommen. En ik weet het zelfs uit mijn hoofd. 1 minuut en 1 seconde. En nog een heel klein beetje. Maar dat hele kleine beetje, dat schenk ik je. In ieder geval een wereldprestatie. Je prachtige bronzen medaille die je verdiende met precies de 100 meter schoolslag. En tenslotte ook een hele goede prestatie. Je vierde plaats bij de vrije slag. En hij is daar niet zo erg tevreden over. U kunt dat niet allemaal horen. Maar dan blijft er gelukkig nog wat te wensen over. Gelukkig blijft er nog wat te wensen over voor in de toekomst. Maar wij vinden dit in Hillegom in ieder geval, en wij niet alleen, een unieke prestatie, een aantal unieke prestaties. En daar willen we jou niet alleen voor feliciteren, dat hebben we al gedaan, maar we willen dat ook zometeen onder woorden brengen verder met de nodige waardering. En daar kom ik zometeen wel op terug. Je hebt al heel veel huldigingen gehad. Wij zagen elkaar in Den Haag, waar de minister-president een toespraak hield voor alle medaillewinnaars. Waar je je koninklijke onderscheiding, ridder in de orde van Oranje Nassau, hebt gekregen van de minister van Sport. Alle reden om trots op te zijn. En prachtig dat je ook daarvoor nog nu weer dit applaus krijgt. Maar je krijgt ook plaatselijke waardering. En ik heb me laten vertellen dat je dat ook heel mooi vindt. Als geboren Hillegommer vind je het prachtig om vandaag ook hier te staan met zoveel inwoners van Hillegom die jou allemaal de complimenten komen brengen. Eerlijk gezegd was je al wereldberoemd in Hillegom. Maar nu, Mark, nu is Hillegom in de wereld door jou ook wat bekender geworden. En dat is op zich al een geweldige prestatie als één persoon dat door zijn sportprestaties kan bereiken. Jazeker. Heel goed, Mark. Ik zei al, ik maak het niet te lang, maar ik zei al, wij willen ook de persoonlijke waardering laten gelden. De landelijke heb je al gekregen door de koninklijke onderscheiding. Maar we hebben ook een plaatselijke onderscheiding, heet het niet, maar in ieder geval wel een waardering. Een waardering die we je graag willen geven zometeen. En daarvoor hebben wij een prachtig bronzen beeld, wat niet zo vaak wordt uitgereikt. Het is de Hillegommer hangkous. Daar hoort een historisch verhaal bij. Ik zal je dat nu besparen, maar het komt er kort gezegd op neer dat het is een verhaal uit de Franse tijd. En dus wat dat betreft een historisch verhaal. De Franse tijd waarin ook Hillegom, dat hebben we wel eens eerder hier gevierd, ook op deze plek kan ik me herinneren dit jaar. Maar in ieder geval, uit die tijd komt die hangkous. En gekscherend noemt men Hillegommers wel eens hangkousen. Maar vandaag is het in ieder geval in jouw richting een eretitel, een erenaam. Ik mag je overhandigen de hangkous van Hillegom met de daarbij behorende oorkonde.
En ik gaf al aan, ook een oorkonde. U kunt die tekst niet lezen, ik wel, dus ik doe dat maar even. Want die oorkonde die krijg je dan daarbij uiteraard net als de hangkous van het gemeentebestuur toegekend aan Mark Evers als blijk van waardering voor de bijzondere prestatie gouden en bronzen medaille op het onderdeel zwemmen tijdens de Paralympische Spelen, uitgereikt vandaag 22 september 2012. Van harte gefeliciteerd. Dames en heren, misschien een beetje onverwacht, maar ik ga verder met mijn felicitaties. Want ik vind dat ik ook vanaf deze plaats terecht de felicitaties moet uit en wil uitspreken richting de ouders. Richting Frank en Gitty. Ik had begin deze week een gesprek met Frank. Een oma. Ja. Ja. Applaus voor oma. Ja, volkomen terecht. Dank u wel. Maar dan hou ik op, want anders moeten we het bordes verbouwen. Maar in ieder geval, overigens, oma komt nog wel even in mijn verhaal voor, maar dat even terzijde. Maar ik zal het kort houden, zei ik, maar ik wil er toch nog een paar woorden aan wijden. Want in dat gesprekje wat wij begin deze week hadden, Frank en ik, daar mocht ik in ieder geval op een hele nuchtere, maar toch ook bewogen en trotse manier een vader spreken die mij het een en ander heeft verteld. Inderdaad, en dan kom ik bij ook oma uit. Want hoe ging dat dan? Nou, het ging in het begin helemaal niet zo geweldig met Mark in zijn jonge jaren. Maar wat al heel gauw ontdekt werd toen hij een jaar of 6 was, toen is het idee geboren, laten we eens kijken wat zijn nou zijn ontwikkelingsmogelijkheden. En toen is het zwemmen in beeld gekomen. Eerst in Lisse, nietwaar? In het zwembad de Zevensprong. En daar heeft hij dus het zwemmen geleerd. En dat ging in een rap tempo. Althans in het begin moeizaam, maar toen hij eenmaal zijn eerste diploma te pakken had, toen ging het hard. En om een lang verhaal nou maar kort te houden, het is nu een jaar of 10 geleden, toen ging hij aan wedstrijdsport doen. En binnen de kortste keren, nou ja, de kortste keren, een aantal keren, maar werd hij 5 keer Nederlands kampioen. 5 keer Nederlands kampioen in zijn categorie. Nou, dat is op zich al een bijzondere prestatie. En dus ging er inderdaad iets ontstaan van, hé, er zit misschien wel veel meer in. En dat zat er ook in. En toen is hij vervolgens in Haarlem gaan trainen. En toen zijn verder allerlei prestaties hebben zich daar kunnen ontwikkelen. In ieder geval, een paar interessante uitspraken wil ik u daarbij niet onthouden uit dat gesprekje van afgelopen maandag met Frank. En dat zijn hele mooie uitspraken om over na te denken. Want Frank zei, Jan, zijn handicap is ook zijn kracht. Dat is mooi, hè? Zijn handicap is zijn kracht. Want hij is bijzonder sterk. Het is een knokker in sportieve zin. En dat mag Ben Proctor away very well, margin ahead of Mark Evers of the Netherlands. And it is Ben Proctor, Great Britain, marginally ahead at the moment. Mark Evers not letting him get away. Neck and neck as they go past the 25 meter markers. Mark Evers may be just sneaking ahead of Ben Proctor. And up there in lane 7, Craig Rogge making a good fight of it. He doesn't want to give up his European title easily. But it is going to be Mark Evers first to the turn. Proctor in second, Chichnil in lane 3 in third, and Craig Rogge in fourth. An excellent turn from Evers. Stretching his lead now. Still in second, Ben Proctor for Great Britain. Mark Evers for the Netherlands now, full body length ahead. In bronze position in lane 3, Szczesny, Andrzej Szczesny from Hungary. But here, no question about the winner. Mark Evers from the Netherlands takes gold, 1:02.50. And the silver does go to Ben Proctor of Great Britain. Szczesny, the bronze, 1:06.27.
There's the champion. Quite emotional. We hebben nog een cadeautje. Ja, ik kwam handjes tekort net. Want een hangkous en een oorkonde. Maar er hoort er natuurlijk ook een bloemetje bij. En dat bloemetje, dat ga ik zo meteen geven. Want ik heb nu mijn handen ook weer vrij, dus dan gaat het ook wat makkelijker. Maar ik heb nog iets in mijn andere hand ook. Want ik mag ook nog een cadeaucheck overhandigen. Een waardecheck van Sportfonds Hillegom aan Mark. En dat komt neer dat je met... Het is wel een erg groot toegangskaartje. Maar de komende 2 jaar kun je met dit toegangskaartje in het zwembad verder trainen. Ja. Nou, kijk aan. Mark, ik kom even bij je staan. Ik heb het genoegen gehad in mijn carrière veel topsporters te mogen interviewen, maar ik vind dit heel speciaal. En waarom vind ik het speciaal? Er is heel lang gesproken over Paralympische Spelen. Is dat wel topsport of niet? En dit jaar, eigenlijk voor het eerst, en zeker ook dankzij jou, is het doorgebroken. Heeft men in de gaten dat het topsport is? Heb jij zelf ook het gevoel, nu je terug bent en al die huldigingen hebt gehad, dat de Paralympische sport echt doorgebroken is? Ja, dat is zeker. Waar merk je dat aan? Ja, de aandacht die ze krijgen en gewoon dat er ook meer serieus wordt nagekeken wordt. En ook dat het, ook het topsportmanagement ook wordt verbeterd ook in de gehandicaptensport. Wat ik ook heel prettig vind is dat jullie exact hetzelfde behandeld worden als zeg maar de Olympische sporters. Ik zie exact dezelfde uitrusting, exact dezelfde prachtige medailles. Dat moet toch ook een genoegdoening geven? Ja, zeker weten. Als je nu hier kijkt, en ik vond het zo leuk, ik las op jouw... blog, dat je zei, ja, Rutte, premier Rutte, ontvangst was heel erg leuk en straks 18 december de koningin. Maar Hillegom, dat hij daar gehuldigd wordt, dat vind ik wel heel erg leuk. Misschien wel het allerleukst. Is het echt het allerleukst? Ja, het is toch wel leuk. Ook al ben ik niet een mens voor dit dingen, maar het is wel heel bijzonder dat je je eigen dorp zo als gezien wordt, als een, gewaardeerd wordt als een held. Zullen we nog één keer die waardering geven? Dames en heren, Mark Evers! En zoals het hoort, heb jij het laatste woord. Oh ja? Wat wil je nog tegen deze mensen zeggen? Bedankt dat jullie allemaal zijn gekomen om naar me te komen kijken. En om, ik weet niet wat ik moet zeggen. Weet je, je hebt al zoveel laten zien en ook zoveel gezegd. Je bent en blijft een topsporter. En heel Hillegom is apen trots op je. Goed, de Showband Irene gaat nog spelen. Ik maak u nog even attent op de receptie die straks gaat plaatsvinden in Flora. U bent allemaal van harte welkom. En vraag een handtekening aan hem, want die is goud waard. Zoals Mark Evers ook goud waard is. Vanaf 4:30 bent u in Flora van harte welkom. Allemaal heel hartelijk dank dat u hier bent geweest. En we luisteren nu naar de Showband Flora. Showband Irene, sorry. Ja, Flora, Irene. Just signaling to the Dutch fans there in the stands.
was an even start, Mark Evers and Ben Proctor. Once they were approaching the turn, Mark Evers going over first. He was the pre-race favourite, he lived up to that billing, but that's an excellent time, 102.50. Proctor coming through for second place. And Tecsi from Hungary in third, just ahead of the former European champion, Clay Rogge. His confirmation of the winner. Mark Evers just going behind the board, and hopefully get the official results.